We zijn weer thuis. Het was echt zo immens druk. Het is podietijd. Wij zijn onderweg. We gaan even lekker buiten de deur eten. En het is heet. Goedemorgen, het is zaterdagochtend. Ik heb net gedoucht en me aangekleed. En ik ben nog even aan het besluiten welke schoenen ik aan wil gaan doen. Wat gaat het worden? Kijk, deze, die zijn wel heel erg dezelfde kleur. Maar ja, soms vind ik het dat juist niet leuk om te veel hetzelfde te doen. Dan ga ik bijvoorbeeld eerder voor zo'n kleurtje hierbij. En dan juist als ik een andere kleur aan heb, zo'n schoenen onder. Dat vind ik vaak wat spannender. Dus wat ga ik vandaag aan doen? Ik weet het niet. Misschien maak ik wel gewoon voor die witte. Nee, vind ik ook niet leuk erbij. Ik weet het niet. Of ik ga voor... Nee. Ik heb toch voor deze doensandalen sandalenpumps gekozen. Want die vind ik er toch het beste bij. Dus dan heb ik dit aan. Dit shirtje is van Minimum Broek Mango. En dan de Toon Pumps. We beginnen met het glas. Maar we moeten heel goed kijken. Want ik zou horen dat het glas gebroken is. Goed, leuk, hè? Of je alleen de hele dingen. Ja, doe maar gewoon één keer dat. Alles erin. Gaan we even voorzichtig zeggen. Dat is niet eerst goed kijken wat je pakt. Eerst kijken of het heel is. Juist. Want ik hoor wel dat er iets gebroken is, maar... Oh, wacht. Ik zie het al. Dat zijn die glazen balletjes die we horen. Dus het valt allemaal nog wel mee. Er zitten dus die glazen balletjes onder. Het zijn geen scherven, gelukkig. Ja. Zullen we die daar in, hier erin doen? Ja, of laat, als je die nou... Oh ja, daar komen ze ook uit. Dan kan ze ook hier voorleggen, want dan gaan ze ook zo Mooi gewoon mee. Hier, nou, we hebben geen scherven, dat scheelt, hè? Ja. Zo. Oh, je doet de tas om. Kijk, dat is allemaal weg, die balletjes. Heb je de laatste? Het zijn glazen balletjes, dus je moet uitkijken. Ja, doe ze er maar in en dan... Oh, hier heb ik er nog één. Oh. Nee, maakt niet uit. Laat maar liggen. Doe maar de pot erin, dan valt hij mee. Doe maar de pot. Ja. We zijn weer thuis. Het was echt zo immens druk. Ik heb bijna niks erin. Oh, het is toch warmer dan ik dacht. Ja, wat is er? Wat is? Ik ga zo even voor je kijken. Heb je één ogenblikje? Ja. Doe ik even snel de koude spullen, want... Mag ik een bakje van opa alsjeblieft? Ik ga zo even kijken. Ik wil altijd als het kan één tas met alle koude dingen. En dan ja, één of twee tassen met alle niet koude dingen. Maar dan kan je altijd heel erg snel de koude dingen koud zetten. Omdat je dat allemaal gewoon blind uit één tas eigenlijk kan pakken en... koel kan zetten. Vooral met het hete weer vond ik dat echt een uitkomst. Dan ben je zo klaar en dan het is echt best wel warm als het buiten. Dus dan is het fijn als je een paar dingen snel in de koelkast hebt. Alleen wat ze hier hebben gedaan. Maar het klopt hier niet helemaal. Zo. Even alles omgooien. Dus ik vind dat altijd heel prettig om zo te doen. Het is podietijd. Het is cutie pie tijd. Cutie pie tijd. Hij is zo lief. En stokstaartje tijd. Ja, natuurlijk net een stokstaartje af en toe. Kijk, als ik hem over zijn kopje wil aaien, gaat hij daar zijn kopje wassen. Hartstikke schat. Hij vindt het lekker, hè? Dit vindt Bodhi lekker als je het ja, bij zijn nekje zo. Ook lekker, hè? Ik zou Bodhi zo bij zijn nek veel willen pakken. Doe maar niet. Oh, hij zat helemaal met zijn oogjes te knijpen ervan.
dat hij helemaal zit te genieten. Dit vindt hij ook lekker. Doe je kopje eens wassen. Dat vind ik zo schattig als je dat doet. En ik vind het schattig als Bodi op mijn schoot zit. Oeh, wil je Bodi op mijn schoot zetten? Nou, eens kijken of hij zijn kopje wil gaan wassen. Hij is heet. Ga je wassen? Oh, hij begint te wassen. Kijk of hij zo zijn kopje doet. Hij smelt altijd als hij zijn kopje doet. Omdat hij uit van die grijze fluffies onder zijn pootjes allemaal. Kijk, en dan gaat hij met die grijze fluffies. Moet je hem even met rust laten, schat. Anders gaat hij het niet doen. En als hij dan zijn kopje gaat wassen, is dat zo ultiem schattig. Daar kan je het zien. Ja, moet je even geduld hebben. Ja, we zien de fluffies hier en hier. Bodi, doe je kopje wassen dan. Hier wassen. Nee, dat is niet je kopje. Je hebt ook een pluisje bij je oog. Dat is volgens mij een haartje van Sarah. Oh, sorry. Ik wil je niet pijn doen. Hij vindt het een beetje eng. Je hebt hem. Oh, daar gaat hij, daar gaat hij, daar gaat hij. Nee, laat hem met rust. Kom, kijk, dit is zo super cute. Oh, je bent zo schattig als je dat doet. Het is net een eekhondje dan. Ja. Het is nu al een e-stop-ai. E-stop-ai. Een e-stop-ai. Oké. Okay. E-stop-ai. Wij zijn onderweg. We gaan even lekker buiten de deur eten. En het is heet. Nee, het is warm, maar het is wel lekker nu. Het is niet meer zo heet als dat het was. Dus ga je goed eten zo? Ja, maar ja, ik kan het wel, nog steeds echt heet. En het is echt een fel zonnetje, maar wel een lekker zonnetje. Ja, maar jij bent de hele tijd net aan het rennen. Daarom heb je het zo heet. Dat, zo heet is het nu absoluut niet buiten. Als je rent, ja, dan krijg je het wel heel warm. Papa haalt er zo in. Sarah was de tas met spulletjes vergeten. Maar Sarah die loopt wat minder hard. Dus ik zei, nou loop ik langzaam vast met Sarah door. Ja, hij is die spullen aan het halen en haalt ons in. Oh, ga je blazen? Blaas maar. Je moet niet te dichtbij. Ja! Het was echt net zo leuk. En dan ben ik zo donker. Het is denk ik beter. We kwamen daarna Sarah de balletvriendinnetje tegen met haar moeder. En die hadden we echt lang niet gezien. Dus toen zijn we met z'n allen ijsje gaan eten. We hebben echt lang nog gezeten. Het was echt gezellig. Kindje zo leuk gespeeld. Wij hem op bijgekletst. Dus een heel stuk later geworden dan de planning. Dus snel naar huis daarna. En Sarah naar bed. En wij gaan nog even, heel verrassend, een stukje Dark kijken voor de verandering. Maar hij is echt goed nu. Dus hoe verder je komt, hoe ingewikkelder en duidelijker het wordt. Maar ja, ik haat spoilen. Dus dat ga ik ook echt niet doen. Maar als je het kijkt, snap je wat ik bedoel daarmee. Ik vind het wel echt een aanrader, de serie. Oh, ik moet nog editen en ik moet nu met mijn haar spelen. Ik speel altijd met mijn haar als ik aan het filmen ben. Ik moet het echt niet doen. En nu vind ik het tijd om naar mijn bed te gaan. Ik ben echt moe. Ik had vannacht ook niet super goed geslapen. Dus ik wil de vlog nog even afsluiten. Vergeet niet te abonneren en een duimpje achter te laten. En dan hoop ik je morgen weer te zien. Doei doei!